Oh, hij is niet bekend hoor. Er komt wel even een grill in je binnenspiegel als dit zo met 2,50 op je afkomt. Nou, we hebben nog een kleine verrassing. We blijven even in BMW-sfeer. Drivers Dream kijkers, goed dat je kijkt. We zijn in Duitsland, Gronau, net over de grens bij Enschede. En je ziet het al boven mij, hè? We zijn weer bij VDM Cars. Want oh, wat hebben ze hier vandaag allemaal staan. Heel veel dik spul. Ja, we gaan nog met heel veel moois rijden. We gaan maar weer beginnen. Hoppakee, kom mee. Hakim Ziyech, de voetballer van tegenwoordig Chelsea. Hè? Ja, die heeft een paar mooie auto's en die worden allemaal weer geleverd door VDM Cars. En daar staat hij, de eerste Audi RS6 R, een van 125 stuks, geleverd. Ja, die was voor meneer Ziyech en hij staat hier. Kijk eens hier, Rolls Cullinan Black Badge. Hebben we natuurlijk ook al eerder gereden op Driver's Dream. En kijk hier maar even. En dit is wel een heel aparte spec met 24 inch jetsers eronder. Mega imposant dingen. En ze verkopen heel veel mooi spul bij VDM Cars. Want kijk eens hier eventjes. Dikke Urus. Denk de dikste Urus van Nederland. Gewoon binnen 24 uur verkocht. En ja, hij blijft in Nederland. Dus komt gewoon een Nederlands kenteken op. Zie je waarschijnlijk binnenkort wel ergens rijden. Wat een vetzak zeg. En we blijven maar even bij de zwarte, ja, een beetje gepimpte auto's. Dikke Lamborghini. Hoe dat kan, maar met een ja, aerodynamica pakket van Lamborghini erop, ziet hij nog eventjes wat krachtiger uit. Leuk zo die gele streep er ook op. Er is 6 nog bij, maar jongens, we gaan even naar binnen, want daar staat me toch wat. Blijf maar doorgaan. Ja, de Aston Martin Shooting Brake. Die hebben jullie misschien ook al gezien op Supercar Sunday. Een van 99 stuks ooit gebouwd en staat hier gewoon, hè. Heerlijk. Natuurlijk ook Ferraris bij VDM Cars. Ja, GTC Lusso en hagelnieuwe Pista Spider zo uit de doos. Maar er staat hier wat, dat wil ik even laten zien. Kom maar mee. 2x812. En aan mijn rechterzijde, ja, Prins Bernhard Groen noem ik het maar even. Die heeft natuurlijk ooit die 500 Superfast in deze kleur gehad. En dan dat bruine, ja, mokka koffie. Bruin erin en gouden velgen. Geweldig respect. En aan de linkerzijde, een beetje traditioneel misschien meer, rood. Maar ja, Ferrari heeft 100 kleuren rood. Ziet er gewoon goed uit met zwarte velgen, gele remklauwen. En ja, je hebt al gezien, dit is de Cabrio, de GTS. Best wel weer uniek. En hier staat hij dan, een SLS ingeklemd tussen twee hele unieke McLarens. En toch is deze unieker. Ja, als je het hebt over productieaantallen, want dit is een SLS Electric. Een van 9 geproduceerd. En in een eerdere film hadden we een gele. Ja, en hier staat gewoon een zilveren, volledig elektrische SLS. Deze kennen we natuurlijk uit een eerdere film, de P1 GTR van Carlink. Logeert nu eventjes bij VDM Cars, maar goed, wil je de beelden zien? Die zijn hier. En ook een McLaren Senna hebben we natuurlijk eerder gehad, al op Driver's Dream, op het circuit van Assen. Ja, dit is ook weer een hele bijzondere. Een zwart met oranje gespekte, een van de 4 origineel in Nederland geleverde McLaren Senna's, staat hier nu bij VDM Cars te koop. Want ja, de eigenaar wil er vanaf. Geen idee wat de prijs is, die staat er niet op, maar met een paar honderdduizend euro kom je er niet, schat ik zo in. SUV's, ja zeker, daar doen ze ook aan bij VDM Cars, G63 en dit ook een G63 in een waanzinnige kleur. Ja, ik vind het een leuke kleur, dit rood, maar mijn god, wat is het, een soort stoomlocomotief. Ik begrijp dat dit een Luma Tuning bla bla edition is. Niet helemaal mijn kopje thee, maar er zal ongetwijfeld een koper voor zijn. En we maken weer even tempo, klein rondje in 4 verschillende kleuren. Audi e-tron in het groen, leuk. Urus in het geel, zie je ook niet vaak, bijzonder. En dit zullen we een mini Urus noemen, Audi RSQ3. Een leuk bommetje op wat hogere wielen. Goede kleur erop, alleen 109.000 euro voor een opgehoogde Audi RS3 op Nederlands kenteken. Ja, dat is pittig. En hier dan de DBX. Ja, Aston Martin arriveert rijkelijk laat op het SUV-feestje. Natuurlijk, Ferrari komt volgend jaar als allerlaatste volgens mij met de Puro Sang, als ik het goed heb. Maar Aston Martin, het loopt nog niet echt lekker bij de fabriek. En ze hopen natuurlijk de verkopen behoorlijk op te stuwen met deze DBX. En ja, ik zie er wel een markt in, want ik vind hem eigenlijk van al die SUV's wel, nou, mooi. Ja, ik vind het wel een geslaagd ontwerp. Ik moet zeggen, de foto's doen gewoon geen recht eigenlijk aan het ontwerp zoals die hier staat. Ik heb er nog niet mee gereden, gaat wel gebeuren, maar het is een mooi ding. We zijn even naar buiten gelopen, want daar staat nog veel meer lekkers, zoals BMW. Deze M4 Heritage Edition, lekker kleurtje.
En hier dan een 8-serie, 853. Nou, later deze maand komt er ook nog een M8 Grand Coupé aan bod. Dus deze laten we even staan. Het gaat vandaag eventjes om deze BMW. Dit is een hele bijzondere. En denk je, ja, dit is gewoon een 7-serie. Nee, dit is er weer eentje in de categorie laatste der Mohicanen. M67 Li. De allerlaatste 7-serie met een 12-cilinder. Komt in de nieuwe 7-serie die volgend jaar in 21 zal verschijnen niet meer terug. Dus pak de tissues er maar weer bij, want dit wordt een afscheid. Uien, winterpenen, koolraap, lof, schorsenieren en prei. Alles past door deze giga grill. Ja, wat een ding, hè? Dit vinden ze vooral mooi in China. En als je weet, vorig jaar is de helft van alle 7-series met een 12-cilinder verkocht in China. Dan begrijp je waarom deze mega eiersnijder erop zit. Want dat vinden ze daar mooi. Hé, hey, en kijk nog even, nog een BMW. En dit is misschien wel een van de meest bekende BMW's van Nederland. Dry zijn, jongen. Top, man. Box. Hoe is het? Goed? Ja, goed. Dus met jou, ja. Ja, zeker. Ik mag wel zeggen, ja, dat klopt toch wel, een van de meest bekende BMW's? Jij zegt het. Ik zeg het inderdaad, want jij verbouwt ze, jij verfraait ze. Ja. Hoe is dat begonnen zo dan? Kleine jongen was ik vroeger, toen deed ik skelters en scooters een beetje verbouwen. Ja. Als grapje, als hobby, als knutselwerk. Toen ik thuis kwam naar school waar ik me niet echt goed kon concentreren. En ja, op 18-jarige leeftijd heb ik mijn eerste auto gekocht. Toen ben ik begonnen met een beetje customizen en een beetje veredelen van auto's. Ja. En dat is nu hierin geresulteerd. Ja. En hoeveel doe je er nu per jaar, zeg maar? Veredel jij er? Voor mezelf zijn het een handje vol, dus mijn eigen auto's. Ja. De klanten zijn tussen de 10 en de 15 ongeveer. En zijn die klanten vooral in Nederland of is dat meer in het buitenland kun je die vinden? Of via social media gaat dat natuurlijk... Precies, de focus is vooral het buitenland. En in Nederland zijn de mensen wat terughoudender, merken wij. Wij focussen ons niet op geld, helemaal niet. Maar we willen wel iets moois maken en kunst op wielen. Ja. Dat kost gewoon geld. Ja. Dus het buitenland heeft vaak daar de beste klanten voor, als het ware, merken wij. En daar focussen we zeker op. Oké. Okay. Dus, nou, cool om je even te zien. Ja. Hey, en wij gaan nu met deze BMW's rijden. Als jij er eentje moest uitpikken van het setje wat er nu staat, wat nam je mee? Van de BMW's of alles bij elkaar doe je? Nee, van die BMW's. Oef. Ja, ik denk deze, ja. Hou dat erop. Daar heb je dus de M4 en de M8 staan. Dat zijn de sporty auto's en dan ga jij met deze belegen bejaarde bak er vandoor. Dit is een 12-cilinder. Ja, dat klopt. Hij is super comfortabel. Ik heb hem al gebouwd voor een klant. Die is al klaar. Ja. Dus ik zou het setje ook gewoon opschroeven en gaan we die maar aan. Oké, nou dan gaan wij hem ook bij sproeven, jongens. Op pad met die 12-cilinder. Hop. Ja, de markt van grote luxe zakensedans. Die markt die krimpt wereldwijd eigenlijk al een jaar of 10. En eigenlijk kun je een parallel trekken sinds de komst van al die luxe SUV's als de Urus, de Bentayga, de Audi Q7, Q8, noem het allemaal maar op. Sindsdien willen mensen niet meer in zo'n grote logge zakensedan zitten. Nee, ze zitten liever hoog en droog. Nou, SUV's, bedankt. Ja, want laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk helemaal niks mis met zo'n soepel, comfortabel slagschip van ruim 5 meter. Waarin je natuurlijk normaal, zeker in een verlengde, achterin zit. Alleen, we zitten nu op de autobaan. Dus Sjoerd zit lekker voorin en gaat nog eens eventjes die benzinemeter laten limbo dansen. Hoppa! Nou, mocht je nog twijfelen of je in een BMW 12-cilinder zit, dan zijn er genoeg herkenningsmomenten. Voor mij natuurlijk de M67 Li, maar hier zullen ze ongetwijfeld in China heel geil vinden. Staat er gewoon V12 opgetekend. Zo van, hey, je zit wel in een 12-cilinder. Eindelijk even een stuk vrij autobaan. En kijk eens, oh, dan gaat hij meteen 585 pk. En dan gaat die 0 tot 100 3,8 seconden. Dat is snel, hè, voor zo'n dik 2000 wegende 7-serie. En ja, twee vingers in die giga grill. En kijk eens. Oh, hij is niet bekend, hoor. Er komt wel even een grill in je binnenspiegel als dit zo met 250 op je afkomt. Dat is geen grill, een hele barbecue set. Wat nou begrenzer 250? Wat halen we? Ik heb even niet gekeken, ik zat op de weg te letten, maar gaat hij weer? Poging 2.
heb wel de indruk dat hij nog wel iets verder kon dan 308. Even remmen voor zijn broer. Toch wel indrukwekkend hoe goed zo'n slagschip rijdt. Want ja, je kan wel voor een X5 M Competition weet ik veel wat kiezen. Maar dit rijdt toch net even wat soepeler en wat comfortabeler. Zeker op hoge snelheden geeft hij echt ontzettend veel zekerheid. Ook die remmen voelen goed aan. Echt, echt wel een indrukwekkende auto dit. Natuurlijk, er komt een nieuwe 7-serie aan volgend jaar. Het is al gezegd. Maar er mag wel even goed met een stofkam door deze cockpit worden gekamd. Want het is wel een beetje verouderd. Dat hebben ja, Mercedes met die S-klasse. En zeker ook Audi met die nieuwe A8. Het ziet er even wat gelikter uit. Alle snufjes zitten er wel op en aan. Daar gaat het niet om. Maar het oogt wel ja, gedateerd. 7 series door de jaren heen. Ja, daar kun je een film van maken. Een film die eigenlijk al in de jaren 70 begint, want dan komt de eerste 7-serie uit. Ja, en hoe zullen we hem noemen? The Good, The Bad and The Ugly. Ja, deze is gewoon goed. The Ugly, ja, dat kan er maar één zijn. Dat is de E65. Nou, dat is eigenlijk gewoon een horrorfilm. De E65 is die Bengal Butt met die hoge kont. Die kwam uit in 2002. En ja, toen verkocht hij ook in Nederland nog wel. Ik geloof 500-600 stuks. Maar daarna zakte die verkopen echt helemaal in. Een facelift hielp ook niet. Het was echt wel een lelijk ding. Het hoogtepunt, ja, dat zat eigenlijk daarvoor. En dat heeft de codenaam E38. De 7-serie uit de jaren 90. De meest strak gelijnde die er is. En die auto is eigenlijk hard op weg gewoon een hedendaagse klassieker te worden. Wordt dit er ook eentje? Nou, daarvoor is hij net te anoniem. En ja, met die grote grill, lastig, maar al met al wel een hele mooie auto, maar minder karakter eigenlijk dan die E38 uit de jaren 90. Kijk, mooi Alcantara hemel, iPadje voor me, hier nog een tv waarbij ik alles kan bedienen. Lekker kantoortje zo achterin. Ja, dit is natuurlijk waar je behoort te zitten in deze auto natuurlijk, de 67 Li. Daar zit je gewoon lekker achterin. En kijk eens, 2 meter, jawel. Soepeltjes. En om even aan te geven hoe bijzonder nou een 67 Li is. Nou, als je het hele segment neemt van 7 series. Vorig jaar werden er in Nederland dan, Nederlands kenteken, 220 stuks verkocht. Dit jaar staat de teller, ik geloof, op 170 stuks. En nog geen 10% daarvan is een 12-cilinder dus. Ja, het zijn wel bijzondere auto's. Maar je kan anders staan dan Wijnands. Dus ik begrijp wel dat de business case voor zo'n 12-cilinder wereldwijd, ook als je China en Amerika meetelt, die is tiny. Ja, het is wel jammer, want het loopt zo ontzettend mooi. Ja, daar kan geen 8-cilinder met turbo's, geen 6-cilinder kan hier tegenop. Gewoon aan de kant met je Mini. Soepel, soepel, soepel. Ook niet qua drinken trouwens. Oh. Moet alweer denken jongens. Nou, hou je van afschrijven, dan zit je goed in deze 67 Li hoor. Want hij kost, nieuw op Nederlands kenteken, trek je hem zo bij de BMW dealer weg. Ja, bijna 300.000 euro. Vink je nog een paar opties aan, dan ga je er nog eens een keer dik overheen. Dus verstandiger is en met een paar kilometer erop te kopen. Hè, bij VDM staat deze en dit is gewoon het 21 model. Hè. Staat gewoon voor 200.000 euro. Het scheelt geen 100.000 euro. Het is geld. Maar goed, gemiddelde directielid die deze auto bestelt, die zal het toch niet omhalen. Dit is eigenlijk wel de ultieme auto voor de autobaan. Hè. Zo'n dikke 7-serie, vol koppel, altijd pk's en soepel hoe we eigenlijk over dit best wel slechte wegdek hier gaan. Ja, je hebt altijd power en je haakt eigenlijk bij elke Porsche of weet ik veel wat, haak je gewoon aan. Zo, de directeur is terug bij VDM Cars. Dit was de 12-cilinder 7-serie. Ik hoop dat jullie nog een paar tissues over hebben. Leuk, maar ik zag nog iets staan daar. Kom mee. Nee, we zijn nog niet klaar. We hebben nog een kleine verrassing. We blijven even in BMW-sferen en we gaan een paar jaar terug in de tijd en hier staat hij, hè. Klassieker toen hij uitkwam, de Z8. Gaan we even nog een blokje mee om. Woehoe! Ja,
Ja, elke vergelijking natuurlijk tussen deze Z8 en die 7-serie, dat slaat als een tang op een varken. Dat heeft ook helemaal geen zin. Dit is gewoon eventjes, ja, genieten. Dit is ook een BMW. Dit zijn BMW's waar de slogan Freude am Fahren nou voor bedoeld is. Het M5-blok uit de E39, 8 cilinder met 400 pk en een handbak, ja, in deze looks. Wat wil je nog meer? Ja, en ik zit weer even in een tijdmachine. 20 jaar terug gaan we, hou u vast. Toen werd deze Z8 rond de eeuwwisseling naar de 21ste eeuw geïntroduceerd in Amerika, in en rondom Los Angeles. En ik was erbij. Ik heb die auto toen gereden, 2 dagen lang door Amerika. En ja, ik voelde me een soort rockstar, een filmster, want elke hoek van de straat werd je gewoon klem gereden. Mensen wilden in die auto zitten, mensen wilden met die auto op de foto. Ja, niet met mij, maar die auto, ja, dat bracht wel wat teweeg, hoor. En nu, 20 jaar later, is het nog steeds uniek om een Z8 te zien. Ook al zijn er 5000 geproduceerd en zie je de meeste eigenlijk in deze configuratie. Zilver met dit rode leer is gewoon wat een bommetje. Heerlijk. Hey, wil je nou meer BMW, meer Z8? Abonneer nou even op ons YouTube kanaal Driver's Dream. Want alleen daar, dikke BMW jongen. En het rijden brengt me ook weer 20 jaar terug in de tijd, want best wel zwaar sturen en dan die lange neus en schakelen, hè. Gewoon een 6-bak om in te roeren. Heerlijk! Oh, hoor je hem, die 8-cilinder? Heerlijk! Ah, mijn koninkrijk nu voor een bochtige B-weg en een zonnetje, doe maar 20 graden. Ja, kan niet alles hebben, maar die smile op je gezicht, dat is wat deze Z8 brengt. Ja jongens, genoeg ouwehoed. Ik ga even genieten. Ja, de Z8 is ook een gevalletje van had je er maar eentje gekocht destijds toen die uitkwam. Want ja, de waarde van dit soort auto's is op dit moment voor, nou, exemplaren zeg maar, die echt een beetje weinig in de kilometer zitten, niet afgeracht zijn, minimaal 250.000 euro. En daarmee is die zijn aanschafprijs van destijds bijna 400.000 gulden, ja, is die ruim te boven. Dit was Driver's Dream voor deze week. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vanuit de Z8 zeg ik, tot de volgende keer!